Wielki śmiech. Nou, heb je de optocht gezien? Ja. Wat was je favoriete? Met die schip. En waarom vond je die zo leuk? Want dat is van mijn camping. En kan je me vertellen als wat jij nu ongeveer verkleed bent gegaan? Gewoon als normaal. Ik vond het superleuk. Het thema van mijn praalwagen is wij steken de draak met carnaval. Draak, meer wat mooi draak. Draak. We hebben dus onze draak. We hebben een draak gemaakt op de Chinese muur. En dus die draait en dat is het wel zo'n beetje. En wat vond u dit jaar? Wat waren uw favoriete praalwagens van de anderen? Onze. De eerste is van de Tuffel. Ja. Ik ben heel eerlijk in. Die vond ik echt geweldig. Dat is qua grote wagens. En kleine wagens, ik heb weinig gezien. Het is een fantastisch jaar met een hoogtepunt hier in Enschede met de optocht. Er zijn heel veel mensen die zeggen dat er dit jaar wat minder aandacht in is gestoken. Vindt u dat ook? Ja, wat iemand zegt, dan moeten ze maar zeggen. Ik vind het niet. Ik heb een fantastisch jaar. Ja, en ik geniet volle teugen. Kunt u me ook vertellen wat het thema is? Ja, het thema is op dit moment ons thema. Er zit een luchtje aan. Ja? Ik ben Sasprins, ik heb een rioolreinigingsbedrijf. Ja, en daar is alles aan verbonden. Vindt u dat de mensen enthousiast zijn dit jaar? Ja, vind ik wel. Ze dansen allemaal, ze springen allemaal, ze zwaaien allemaal. Ja, ik heb een leuke optocht. Heeft u nog iemand gezien die leuk verkleed was? Ja, ik heb meerdere mensen gezien. De Toffe Kroepers vind ik een grandioos mooie auto hebben. Drie aanhangers achter elkaar. Ja, vind ik echt heel mooi. Maar ook de Daaltrappers vind ik een fantastische wagen met zijn snoep. Ja, en dan de kleine loopgroepen vind ik, daar zit er één tussen met een spelletje Tetris. Vond ik heel leuk verkleed. De muizen vond ik wel leuk. Ja, ik kan geen keuze maken. Vorige week was ik in Tweekerveld. Okay. En daar was het echt mooi carnaval voor de buurt. Die week erop, of de zaterdag erop, was ik in Buurzen. Dan had je een echt mooi carnaval. Denkt u dat daar een reden voor is dat het hier wat minder wordt gevierd? Jawel, jawel. Het is natuurlijk ook niet de vereniging, maar als je Buurzen neemt, dat is een dorp eigenlijk en dat doet men allemaal samen. Dat is gehoorzaamheid. Je hebt het hier gezien, het komt eraan, het loopt weg en het is verder eigenlijk helemaal niks. Denkt u dat dat kan opgelost worden? Ja, natuurlijk, dat kan natuurlijk wel, maar het financieel plaatje, dat laten we daarvan uitgaan. Maar dit jaar 50 jaar, besteed er aandacht aan. Heerlijk. Lekker fris, hè? Ja. Jazeker. Kunt u me vertellen waarom u komt? Nou, we zijn zaterdag is altijd al oppasdag. En we zijn met de kleinkinderen hier zo. En die vinden het ook best leuk. Ja? En terug en neer. Ja, ik vind het hartstikke leuk. En zijn die ook verkleed? Nee. Nee? Nee, natuurlijk niet. Waarom niet dan? Nou, ja, dan moeten ze maar bij een eigen auto zoeken.
kom als Spanker uit Enschede. Ik woon tegenwoordig wat verder weg, maar ik kom graag elk jaar naar terug van het carnaval. En kom je elk jaar zo verkleed? Ja, het wisselt. Ik ben elk jaar wat anders. Kunt u me vertellen wat u nu bent? Ja, eigenlijk gewoon opvallend. Ja, gewoon lekker Nederlands opvallend. We gaan morgen overmorgen nog naar Duitsland, dus dan mag iedereen weten dat ik in Nederland kom. Gaat u vanavond nog uit? Ja, zeker wel. We gaan straks om 12:30 gaan we met de auto naar Lossen. Gaan we daar de optocht kijken en naar straat zitten met vrienden en kennissen. En dan kijken we de rest hoe de avond verloopt. Geniet u ervan? Ik geniet er erg van, maar het is wel erg koud. Ja, hè, vind ik ook. Met wie bent u hier? Met de kleinkinderen. Genieten die er ook van? Ja, zeker. Doen jullie dit elk jaar? Meestal wel, als ze het leuk vinden. Hoi. Hoi. Vind je het leuk? Ja. En jij dan? Ik heel leuk. Geniet u ervan? Ja, prachtig toch? Mooi initiatief hoor. Ja? Supergoed allemaal. Hartstikke mooi. Geniet u ervan? Ik vind het heerlijk. Ja, helemaal geweldig? Ja, helemaal geweldig. Waarom komt u hier? Omdat ik aan het werk ben. Echt? Waarvoor? Voor mijn bewoners. Yes, I am. It's a great parade. Yes. Can you tell me what you got dressed up for? Just to celebrate with everybody else here. Yes. Do you do this annually? I moved here from the USA, so I'm just getting to know this town. Waarom ben je hier? Nou, omdat carnaval gewoon leuk is. En Koen, doe je dat elk jaar? Ja. En als wie bent u nu verkleed? Gewoon kusjesman. Kusjesman? Ja. Nou, hartstikke mooi. Heb je de optocht al gezien? Ja. Vond je het mooi? Ja. Heb je ook een favoriete? EKV, Prinsenwagen.